Ja, trainer, jullie kunnen best leuk voetballen, maar jullie kunnen niet scoren. Ja, ik denk wel dat we ook kunnen scoren, alleen op dit moment nog niet. Dus ja, inderdaad, we voetballen heel aardig. Alleen we komen nog niet tot scoren alleen, want kansen hebben we ook gehad deze wedstrijd weer. Ik denk meer zelfs dan de tegenpartij. Alleen die bal moet erin om te winnen. En dat is ons mankement op dit moment. Vandaag speel je met Aman in de spits. Die kwam normaal vanaf de zijkant. Was dat een van de onderdelen uit je tactische masterplan waar we het van tevoren over hadden? Ja, dat klopt. Ik wist dat hun centraal achterin speelden met twee spelers die met ruimte in de rug speelden. Nou, dan is Aman een speler die daar optimaal gebruik van kan maken. Met Vijfhuizen die daar omheen beweegt. En dan met beide buitenspelers die wat meer in de bal komen. Ja, denk ik dat we het Excelsior heel erg moeilijk hebben gemaakt. En had ik gehoopt dat we met deze tactiek een doelpunt zouden maken. Is niet gelukt. Nee. Heb je nog een back die je volgens mij aan de andere kant voorin zet? Wat positiewijzigingen. In de eerste helft had ik ook het idee van die eerste goal. Die gaat misschien wel aan jullie kant vallen. Op het moment met 4 tegen 2 bijvoorbeeld voorin. Dat klopt. Dat idee had ik ook aan de zijkant. En dat ook mijn groep in de rust zeiden we ook tegen elkaar van... Wederom, hoe we eigenlijk al weken in de rust zitten. Van ja, het is weer mogelijk. Een paar nuances aangebracht. Een paar nuance verschilletjes. En ja, volgens mij hebben we in de tweede helft, ik moet de beelden nog kijken natuurlijk, maar geen enkele kans gehad. En pasboom ligt hij bij Penterman op het hoofd uit één moment van onachtzaamheid. Ja, dan merken we gewoon deze klasse en dan breekt ons elke wedstrijd erop. Ja, vanuit een ingooi en ja, dat mag eigenlijk ook niet, hè? Nee, dat mag zeker niet. Nee, dat is gewoon, dan staan we gewoon in de desorganisatie en dat moet beter. Ja. Even nog over dat scoren van doelpunten. Hè? Want dat constateer dat een probleem is. Je hebt bijvoorbeeld nog iemand als extra kater, heb ik gezien op het formulier. Die komt van HC 21. Is dat niet jullie spits? Die is gehaald als onze eerste nummer 9. En ik heb ook vertrouwen dat het met Joost nog goed gaat komen. Alleen in de eerste, hij heeft nog wat lastige periode gehad hier in het begin. En komt nog niet zo uit de verf zoals wij van tevoren gehoopt hadden. En daarover duidelijk met hem gesproken en hij weet waar hij aan moet werken. En hopelijk komen we in de nabije toekomst dat hij echt als nummer 9 er staat. Maar zo hebben we ook Thomas Nijkamp gehaald. Die spelers hebben gewoon wat meer tijd nodig dan dat wij van tevoren gehoopt hadden. Dus proberen we wat andere opties. Kun je nog bij de allereerste wedstrijd, toen werden jullie weggespeeld bij Genemuiden, hadden jullie ook een lastige voorbereiding gehad. Toen zei je van, wij zijn een ploeg, die hoeven echt niet tegen degradatie te spelen. Vind je dat nog steeds? Volgens mij heb ik dat niet letterlijk gezegd. Volgens mij heb ik gezegd dat wij ons niet, dat wij niet op voorhand de gedoodverfde titel, de gedoodverfde degradant zijn. Daar blijf ik nog steeds bij. Ja, en nog steeds met 3 punten? We hebben nog steeds maar 3 punten. Maar volgens mij zijn er ook nog steeds 21 wedstrijden te spelen. Dat is 63 punten die we nog kunnen behalen. Dus dat zijn nog genoeg punten om ons veilig te spelen. Je gaat natuurlijk nooit 63 halen. Nee, dat zeg ik ook niet, hè? Dat zeg ik ook niet. Er zijn nog 63 punten te behalen. Dus dat zijn genoeg punten om ons veilig te spelen. Om je doelpunten te maken. Absoluut. En dan gaan we mee aan het werk.